Dit is de Wright Machete. De Wright Machete is eigenlijk een heel bekend boord uit de lijn van Wright. Dat bestaat al jaren. Dit jaar een wat frisser en wat specifiekere editie qua print. De Wright Machete is uitgevoerd met een twinvorm. Dus de voor- en de achterkant zijn precies hetzelfde. Dus je kan makkelijk twee kanten daarmee op snowboarden. En hij heeft een camber die loopt van voet tot voet. Dus een kleine spanning onder de voeten. Op het moment dat je op het board gaat staan, is het board dus wel geladen. Dus zit er energie in, is hij levendig. En je ziet ook op het moment dat je hem eigenlijk spanning erop zet, dat die neus en die til allebei wat omhoog komen. Er zitten twee vrij grote rockerzones in. Die rockers die zorgen er weer voor dat het board wat vriendelijker instuurt, wat makkelijker is, wat meer ruimte heeft voor een foutje. En zorgt er ook voor dat, ondanks dat het board een twin vorm heeft, die eigenlijk best wel heel erg lekker kan rijden in bijvoorbeeld verse sneeuw, omdat die neus uit die sneeuw wil. Hij wil niet duiken, hij wil niet naar beneden toe. Dus dat is een fijn dingetje in die neus. De Machete is een board met een eigenlijk net iets bovengemiddelde stijfheid. In het board zitten wat carbon kruisen gelegd om de torsie en de lengte stijfheid een beetje te beïnvloeden. Je kan er redelijk wat tempo mee maken. Het is niet het snelste board in de rij, maar daar is het natuurlijk ook het karakter niet echt naar, omdat hij natuurlijk ook wel wat freestyle elementjes erin heeft zitten. Voor wie is dit board geschikt? Wie gaat hier lekker op snowboarden? Dat kunnen eigenlijk best wel weer heel veel verschillende soorten snowboarders zijn. Op het freestyle gebied kan dat een snowboarder zijn die een vrij hoog niveau heeft en uit kan werken tot zeker tot aan expert. Op het gebied van freestyle is die levendig. Hij is best wel fel, hij heeft wat grip. Geeft hier en daar nog wel een marge om een foutje te maken, maar wil toch wel technischer bereden worden. Rails, boksen, geen probleem, maar ook het wat grotere freestyle werk, schansen, halfpipes, dat soort zaken, zal die zeker lekker in presteren. Ga je hem wat meer als een all-mountain board rijden, want daar doet hij het ook eigenlijk heel erg goed in, kan je hiermee wel doorgroeien tot ergens ver gevorderd. Het board kan lekker carven, hij kan makkelijk zijn bocht inzetten. Hij heeft toch ook nog een speels karakter, dus een stukje achteruit rijden. Als je daar niet zo heel erg goed in bent, heeft hij daar zeker ook goede mogelijkheden in om daar wat beter in te worden. Die neus en die til, die liften wat meer, zoals ik net ook al vertelde. Dus ligt die verse sneeuw er naast die piste een beetje rommelen, dat soort dingen. Geen enkel probleem. Dus eigenlijk ook een heel lekker all-mountain board. Voor iemand die zegt van joh, ik ga een weekje per jaar op wintersport. Geen enkel probleem. Maar ik vind het wel leuk om ook de freestyle aspecten van het snowboarden er wat meer bij te laten komen kijken. En dat zie je natuurlijk in die twin vorm weer wat meer terugkomen.